Aandelen kopen is helemaal niet zo moeilijk, maar misschien heb jij het nog nooit gedaan en wil je dus juist beginnen. Nou, vandaar dat ik deze video maak om jullie stap voor stap mee te nemen in wat je moet doen om je eerste aandeel te kopen. We gaan dit doen via het platform van DEGIRO, een platform wat ik altijd gebruik. En zoals gezegd neem ik jullie stap voor stap mee. Ik zal zelf 2 aandelen kopen. Ik laat jullie zien hoe je het op moet zoeken, welke informatie je daarna tegenkomt, welke keuzes je kunt maken om ervoor te zorgen dat je in ieder geval je eerste aankoop op een goede manier afrondt. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Nou, vandaag gaan we dus in de categorie investeren en beleggen kijken naar hoe je je eerste aandeel kunt kopen. We doen dit zoals gezegd via het platform van DEGIRO. En wat we hier natuurlijk voor nodig hebben is tegenwoordig het internet. Dus laten we snel overstappen naar de computer. En zoals gezegd gaan we dit doen via DEGIRO. Dus laten we even naar de website van DEGIRO gaan. Ik ga er eigenlijk bij deze video van uit dat je ten eerste een account hebt al bij DEGIRO. Heb je dat nog niet, dan is dat heel makkelijk aan te maken. Je gaat gewoon naar DEGIRO.nl of je gebruikt de link onder deze video. Dan krijg je namelijk 20 euro transactietegoed in de eerste 3 maanden. Dus de kosten die je maakt bij het kopen van aandelen worden dan al voor een gedeelte vergoed. Zit je op de site van DEGIRO? Nou, waarom kiezen we trouwens voor DEGIRO? Nou, dat is vooral vanwege de tarieven. Die kun je hier ook bovenin nog een keer kijken. Dan hebben ze enkele voorbeelden en dan... Noem maar iets, Tesla aandelen, iets wat ik heb. Voor 5000 euro koop je die, nou dat kost 56 cent. En bij andere banken kost het, of andere aanbieders zit het al zelf tussen de 5 en 22,50 euro. Nou dat is dus een grote reden waarom ik het DEGIRO gebruik. Heb je dus zoals gezegd nog geen rekening, klik dan hier rechtsboven even op open een rekening. Je geeft aan waar je woonachtig bent, dat is Nederland. Vul deze gegevens in en binnen 10 minuten heb je eigenlijk je account wel geactiveerd. Je moet 1 keer een cent overmaken, zodat ze weten dat het bankaccount bij jou hoort. En dan kun je eigenlijk beginnen met het kopen van aandelen. Ik ben al ingelogd, dus laten we even doorgaan naar het profiel van mij. Als je dus eenmaal ingelogd bent, krijg je ongeveer zo'n overzicht te zien. Bovenin zie je de totale waarde van je account. Nou, dat is bij mij bijna 8000 euro. Je ziet dat er... dit bedrag geïnvesteerd is en dat ik nog 120 euro heb vrije ruimte. Dus ik kan daar nog iets mee doen. Ik kan bijvoorbeeld aandelen kopen. Nou, waar ik ook vanuit ga is dat je op het moment dat je aandelen wil gaan kopen, dat je al weet welk aandeel je wil gaan kopen. Dit is omdat ik zelf in ieder geval van tevoren altijd uit ga zoeken wat ik graag zou willen kopen. En je die informatie op andere plekken op internet vaak makkelijker kunt vinden en duidelijker dan wanneer je via DEGIRO doet. Ik vind namelijk het overzicht bij DEGIRO iets minder goed om beslissingen daar te maken. Dat doe ik op basis van andere informatie. Hier kom ik echt puur om aandelen te kopen. Zoals gezegd wil ik 2 aandelen gaan kopen. En ik weet dus al van welke dat zijn. Dat is namelijk van het Vanguard S&P 500 indexfonds. De ETF, dat is met het teken VUSA. Nou, dat kunnen we hier rechtsboven invullen. Op zoek een product, VUSA, klikken we dan aan. En dan zie je dat er verschillende opties vaak tevoorschijn komen. Ze hebben allemaal de term VUSA staan. Alleen zul je zien dat de ene op de Euronext hier in Amsterdam wordt verhandeld. De andere in Londen en de andere in Zwitserland. En dat er dus ook de valuta's anders zijn. Euro's, ponden of Zwitserse franken. Nou, wij gaan natuurlijk voor de euro's, omdat dat het makkelijkst is. Dan heb je ook met koersverschillen niet zoveel te maken. Dus we klikken vervolgens deze aan. Nou, zoals je ziet zit die al bij mijn favorieten. Dus iets wat ik al vaker gekocht heb. Vandaar dat ik ook dit aandeel opnieuw wil gaan kopen. En zoals gezegd is dit een indexfonds, een ETF. Dus die volgt de index, de S&P 500. Waarom de Vanguard? Nou, omdat die gewoon heel erg lage kosten heeft. Nou, dat is allemaal informatie die ik van tevoren dus al uit heb gezocht. Op dit moment kun je hier nog wel even snel kijken wat doet die de laatste dag, de laatste 3 maanden of het laatste jaar. En vooral hier rechts zien we dan informatie over, ooit zie je een ISIN-nummer. Daar kun je vaak nog extra controleren of het de juiste aandeel is. Ook dat het op de juiste beurs verhandeld wordt. De huidige positie die ik in dit aandeel heb, nou, dat is bijna 800 euro zeg maar. Hier zie je nog een beetje de laatste informatie. Onderin zie je nog van alles verspringen. Dat is zeg maar hoe de beurs op dit moment gehandeld wordt. Wordt er gekocht, verkocht en tegen welke prijzen worden dingen gedaan. Nou, zoals gezegd, wij willen aandelen kopen. Dus we klikken op de groene knop koop. Dan komt er hier rechtsboven een scherm tevoorschijn. Dan zien we nog een keer het product staan. En we zien vervolgens verschillende opties. Je kunt hier ook nog klikken op verkoop, maar wij doen dus koop. Nou, ten eerste is dat een limietorder.
Bij een limietorder kun je eigenlijk van tevoren aangeven wat jij maximaal ervoor wil gaan betalen. Je kijkt dan hier rechts naar wat een beetje het bied en laat is. Nou, je ziet dat dat rond de €43,60 ligt. Maar misschien heb jij wel zoiets van, ik verwacht dat die binnenkort nog iets gaat zakken. En ik zou graag op €43 willen kopen. Dan klik je daar aan, zeg je aantal 2, wordt dus €86. Deze order wordt niet meteen vervuld, zeg maar. Pas op het moment dat iemand anders bereid is voor €43 een aandeel van dit te verkopen, zal je order verwerkt worden. Maar dit is dus meer, als je iets hebt uitgerekend en je zegt van tegen die prijs wil ik het graag kopen, dan kun je dat op deze manier aangeven. Kun je ook zeggen hoe lang zoiets duurt voordat het mag. Maar wij gaan in dit voorbeeld, omdat we eigenlijk direct het aandeel willen kopen en die paar cent verschil of dat maakt op zich niet zo heel veel uit, vind ik. Dus wij kiezen voor de market order. Dat wil wel zeggen dat eigenlijk je betaalt wat er op dit moment op de markt betaald wordt voor zo'n aandeel. Nou, dat is dus tussen deze twee dingen, tussen bieden en laten, zit vaak een paar cent verschil tussen. En op deze manier zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk je aandeel koopt. Zoals gezegd wil ik graag 2 aandelen kopen. Rechts zie je trouwens nog een beetje alle informatie. Dit was mijn huidige positie, €784,80 met 16 aandelen is dat in totaal. De laatste informatie, we zien dat het nog een cent is gezakt inmiddels, want de beurs is net open. En als je deze informatie goed vindt en je denkt van ja, dit, zo wil ik het hebben, klik je gewoon op plaats order. Je krijgt nog een keer een controlescherm eigenlijk. Wil je het kopen? 2 stuks. Tegen welke prijs? Ja, hier ongeveer. De kosten kunnen ze op dit moment nog niet zeggen, maar die zijn vaak heel erg laag. Zeker omdat dit soort fondsen binnen de kernselectie vallen en dan vaak geen tot heel weinig kosten hebben bij de Giro. Nou, we zijn hiermee akkoord, dus we klikken op de groene knop. Vervolgens zie je hier bovenaan in het scherm de laatste transacties. Nou, hij is direct verwerkt, zien we. Want als we even teruggaan trouwens naar het overzicht portefeuille, dan zien we dat we volgens mij geen openstaande orders meer hebben. Nee, we hebben wel meteen verwerkt. Dus hij is tegen de marktprijs verwerkt. En dat was dus €43,62. En zoals je zult zien is hieronder het aantal bijgewerkt van 18 naar 20. Dus dat was eigenlijk heel snel gezien hoe je 2 aandelen kunt kopen. Nou, dit was een voorbeeld van de Vanguard. Iets waar ik vaker in investeer. Maar zoals je ziet heb ik ook aandelen Apple, Facebook, Tesla. Die kun je ook gewoon rechtsboven weer zoeken. Dus je zoekt op Tesla. Dan weet je dat het TSLA is. Die klik je aan. Hier zie je een beetje alle informatie. Mijn huidige positie. Ja, bijna 3500. Dat is dus de goede. En zoals gezegd kun je op die manier heel veel producten hier vinden. Klikken we bovenaan nog een keer. Dit is eigenlijk het scherm dat je dus krijgt op het moment dat je inlogt. Daar staat eigenlijk alle basisinformatie met het laatste nieuws. Wil je dat hier willen volgen? Maar belangrijker is vaak het tabblad portefeuille, waarin je je huidige producten, aandelen, ETF's kunt zien in mijn geval. Het aantal, de koersen, de waarde van die dingen. En of er al winst gerealiseerd is of niet. Je zult heel veel dingen in de min zien staan, vooral Apple en Facebook. De rest gaat inmiddels alweer, maar het is erger geweest toen de beurs wat is gezakt. En af en toe zie je op het scherm dus rode of groene balkjes en tekst verschijnen. Dan worden de koersen zeg maar geüpdate en dus ook je rendement weer geüpdate. Het was een hele korte video, maar ja, meer heb ik niet kunnen over vertellen over aandelen kopen. Zoals gezegd, je weet van tevoren welke aandelen je al wil. Je gaat ze alleen even opzoeken. Je let op bepaalde dingen, zodat je weet dat je het juiste aandeel hebt. Je kijkt de koers nog een keer na. Vaak zou je voor market order gaan, maar het kan ook zijn dat je een limit order wil plaatsen. En zo heb je vaak binnen enkele minuten je dingen kunnen plaatsen. Ik had in dit geval eerder vandaag al geld overgemaakt, gewoon via Ideal. Dus dat is ook minutenwerk eigenlijk, of nog niet. Dan staat het geld in ieder geval in je account en kun je dus aandelen kopen op die manier. En dan is het via een paar klikken, kun je het zo verwerken. Als je eenmaal een account hebt bij de Giro en je installeert de app op je telefoon, dan is het ook gewoon via je telefoon te doen. En dat is vaak nog makkelijker, want dan ben je vaak al ingelogd. Dat soort dingen. Vaak koop je waarschijnlijk dezelfde aandelen bij die je al hebt. Dus dat is ook nog interessant, want dan kijk je gewoon in je portefeuille, je klikt het aan en je klikt op koop en je zit eigenlijk altijd meteen goed. Dus binnen een paar minuten heb je aandelen gekocht, heb je weer wat geld geïnvesteerd voor je toekomst. En nou laten we hopen dat de aandelen die je hebt gekocht in ieder geval weer gaan stijgen op de lange termijn, zodat je vermogen groeit.
Tot zover deze video. Ik hoop dat je er wat van hebt kunnen leren. En dat je misschien je eerste aandeel in ieder geval op een goede manier kunt kopen. Ben je nog geen lid van dit kanaal? En wil je wel meer video's over dit soort onderwerpen zien? Nou, abonneer je dan op het kanaal. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. En gebruik de reacties onder deze video ook om te laten weten wat je goed of minder goed vond. Als je nog vragen of opmerkingen hebt of misschien suggesties voor volgende video's, laat dat ook weten via de reacties. En dan zie ik jullie graag in de volgende video weer terug.